Zij hunkeren naar een stap omhoog. Naar een weerzien met VV Katwijk bijvoorbeeld. Kaars, hij doet het! Dennis Kaars! Ja, natuurlijk wil je als spits graag zoveel mogelijk goals maken. En het wil nog niet echt lukken dit seizoen. Ik weet zelf inmiddels wat mijn kwaliteiten zijn, wat ik kan. En zo'n fase maakt iedere speler misschien wel eens mee. Iedere spits. En ik denk dat het belangrijk is om gewoon te blijven doen wat ik altijd doe. En proberen scherp te zijn als hij een keer goed valt. Nou, ik weet niet, als je 8 wedstrijden niet scoort, is het misschien niet overdreven om te zeggen dat het niet goed gaat, zeg maar. En het is wel redelijk nieuw voor me, moet ik eerlijk zeggen. Dit is wel een unieke situatie eigenlijk. En het is ook weer even wennen en misschien ook het niveau en van het hele team. En daar ben je toch een onderdeel van. Ik moet gewoon een keer goed vallen en dan schiet ik me gewoon in. En dan is in ieder geval, ben je in ieder geval van die nul af. Dat scheelt denk ik al een hoop. En het is moeilijk om één verklaring te vinden. Bijvoorbeeld in het seizoen bij de Dijk scoor ik er 41 en dan vallen ze allemaal goed. En bij wijze van spreken, als je een schot, als je richting de cornervlag schiet, gaat hij via 3 benen gaat hij er nog in. En nu is het even omgekeerd. Dus, ik heb wel vertrouwen dat hij straks ook goed valt en dan gaan we lekker scoren. De kaas moet vlammen, zegt mijn moeder altijd. En dat vind ik wel een goeie. Het wordt tijd dat ik weer ga vlammen, denk ik. Kaars en Van Nieuwkerk, ze vinden elkaar goed. Kaars doet hij het zelf? Jazeker, hij is en blijft een echte spits.